herstellen, jongens. Ik ben zwanger. En ik weet dat sommigen van jullie het al dachten. En ik zag ook een paar comments langskomen. Ik heb ze niet verwijderd, want ik dacht, weet je, is zomaar als ik het ga verwijderen. Maar goed, nu horen jullie het van mijzelf. Ik ben zwanger. En ik ben er in december achtergekomen. Ten eerste voel ik me sowieso gezegend dat ik weer zwanger mag zijn. Dat ik na 8 jaar weer een kindje krijg. Bijna 8 jaar. En you guys. Ik vind het ten tweede ook echt super spannend. Eerst vond ik het super eng. En ik wil eigenlijk ook gewoon dat het heel snel gaat. Gewoon heel snel en soepel. Maar goed, laten we eigenlijk gewoon goed beginnen met praten. Want ik kwam echt meteen met de deur in huis vallen. Ik vond het zo spannend om dit voor jullie op te nemen. Ik heb zeker 3 keer, hè, opnieuw moeten filmen in het begin. Omdat ik dacht, oké, hoe ga ik dit beginnen? Maar goed, ik heb gewoon voor dit gekozen. Gewoon 3 babam. Oké, sommige mensen zagen al dat ik was aangekomen en zo. Ik ben echt heel erg aangekomen. Maar ja, dat hoort erbij. En we zijn inmiddels, wanneer jullie deze video zien, zijn we al bijna op de helft. En gaat alles goed? En blijft alles goed gaan? In Gods naam. En en mogen jullie dat ook gewoon weten vanaf nu? Anyway, in deze video ga ik jullie... Ik heb het gewoon helemaal benauwd, hè? Helemaal heet, omdat ik jullie dit aan het vertellen ben. Maar goed, in deze video ga ik jullie laten zien hoe de mensen die dicht bij mij zijn hebben gereageerd toen ik het ze vertelde. Ik heb niet iedereen kunnen filmen, maar de personen die ik heb kunnen filmen, dat ga ik gewoon jullie laten zien. Heel veel van jullie denken zeker van, was dit gepland? Oké, daar gaan we nu op in. Deze zwangerschap was eigenlijk niet gepland, maar ook niet ongepland. Zeg ik dat goed? Laat me jullie zeggen, kijk, dit een kindje krijgen, samen krijgen, is iets wat mijn vriend allang wil. En ook iets wat Jeremiah al lang wil. Hij vraagt mij echt al jaren om mijn broertje of zusje. Maar ik was er gewoon niet klaar voor. Ja, ik was er gewoon niet klaar voor. Ik vond eerst dat ik gewoon, andere dingen eerst op orde moest hebben voordat ik nog een kindje zou krijgen. En na de verhuizing en alles dacht ik, weet je wat? Ik stel het wel, ik ga heel lang uit. Ik ben al 30. Wanneer ga ik uiteindelijk klaar voor zijn? Want voor mij is nog steeds niet alles perfect, maar de dingen gaan gewoon zoals ze moeten gaan. Dus dacht ik, als het komt, dan mag het gewoon nu komen. Als God vindt dat het moet komen, dan mag het komen. Het is welkom en we gaan het gewoon doen. Het ging veel sneller dan ik had gedacht. Maar this baby is very welcome. En de vader is heel enthousiast. De broertje is heel enthousiast. Ik ben ook heel enthousiast. En we kunnen niet wachten om te horen wat het wordt. Maar dat horen jullie tijdens de gender reveal. Wij natuurlijk ook, want we weten het ook nog niet. En we gaan het gewoon samen doen. That's it. En wat nog meer, jongens. Ik heb echt heel lang nagedacht over wat ik allemaal in deze video zou zeggen, maar ik ben alles kwijt. Ik heb trouwens echt zwangerschap hersenen, hè? Ik vergeet alles meteen. Maar het komt goed. En wat ik voor de rest nog meer in deze video ga laten zien. Of zal ik jullie eerst laten zien hoe iedereen ging reageren? Ja, let's go. Dat kijk je zo naar me. Echt.
Nee, nep. Natuurlijk echt. Zo kijk je zo. Hallo? Yo. Kijk, er is nog iets in. What the fuck? Wow! Oh, I'm so happy! Oh, gefeliciteerd, schatje! Met dat gefeliciteerd! Wat zijn jullie tegen de geen specialie. Wat zal ik je vertellen? Ik ben ook zwanger. Echt waar? Chickies, jullie worden tante. Hé, dan doe je dat. Je bent gewoon aan het jokken. Ik zweer. Laat me zien. Je liegt. Laat me zien. Je liegt, hè? Laat me zien. Ik zweer. Zeg niet maar weer. Ik zweer op Jer. Wat? Dat is niet serieus. Dat is niet serieus. Shreida. Your tante. Van wie anders? Van Daddy? Ja, dat kan. Daddy, ik ben aan het gaan. Oh, ja, man. Ja, ook. Dit was zo niet de bedoeling. Like, je is zo'n ratchet as fuck. Ja, wanneer die twee samen hebben. Daddy en Ashley. Echt niet. Ik ben niet. Waarom? Nee, hoor. I am pregnant van Daddy. Oh nee, wat moet je doen? Kun je dan nog moeten zijn? Nee, mijn moeder. Dat is Jelly gaat Kena bellen en dan moet je hem even ontmoeten. Dan moet je hem even tweede mee. Wat wil je zien? Nee, die jongens gaat tegen mij. Is hij zo? Hé, je wordt grote broer. Schat, je niet kent. Ben je zo dan? Kom dan, ik ga iets kijken bij Jess. Oh, ik word grote broer. Wat? Grote broer. Oh, jullie zitten. Ja, dat je iets wijzen. Hoe mooi achtergrond. Wat staat daar? Ik word grote boy. Broer. Nou, dat waren zo een beetje de reacties van iedereen die ik heb kunnen filmen. Ja, iedereen was eigenlijk gewoon super blij en iedereen zei eindelijk! Want ik hoorde ook echt al jaren aan mijn hoofd, wanneer ga je nog een kindje maken? Wanneer ga je nog een kindje maken? Maar goed jongens, jullie kindje komt nu. Dus wie niet oppas gaat horen van me. Want ze hadden allemaal baby toch? Nu krijgen ze een baby. Maar goed, verder in deze video neem ik jullie mee naar de eerste echo. En dat gaan we gewoon nu meteen doen. Nou jongens, vandaag is het de dag van onze eerste echo. Vandaag gaan we horen hoe lang ik precies zwanger ben. Ja, voor nu weten jullie dat ik zwanger ben. En ik ben echt benieuwd hoe lang het precies is. Handjes aan het bewegen. Ja, profieletje. Handjes waaien. Ik ga proberen of ik kan meten. Zie je voetjes? Alles in de mond. Ja, handjes ook zien. Nou jongens, we zijn het geweest. En ik ben precies 11 weken zwanger. En
die baby, alles is gewoon goed. En de baby deed eerst echt druk. Dus ze kon hem niet echt meten. Of hoe je foto maken om te meten. Ze kon het. Want ik praat echt alsof ik weet wat het is. Maar goed. En daarna lag het. Is zo gek om het te zeggen. Daarna lag het wel gewoon stil. Ja, dat was dus de eerste echo, jongens. En het was echt heel... Ja, ik vond het gewoon heel, heel speciaal eigenlijk. Het was gewoon heel speciaal. Ik zag het haartje kloppen. Ik zag de baby bewegen. De baby was echt druk. De baby was echt druk. En daarna ging het echt slapen of zo, denk ik. Maar goed, eerst was het echt druk. En ik dacht echt van, oh my god. Ga ik weer een druk kind krijgen? Maar ja, you never know. We gaan het allemaal nog zien. En wat heb ik allemaal nog meer voor jullie gefilmd? Ik hoop echt dat deze video niet all over the place is. Maar anyway, het belangrijkste is eruit. En dat is dat ik jullie moest vertellen dat ik zwanger ben. En ja, ik was het niet echt aan het verstoppen of zo in de vlogs. Dus natuurlijk kan het dat sommigen van jullie dat wel hebben gezien. En... ik vind dat ook helemaal niet erg als jullie het hebben gezien. En ja, ik ga jullie gewoon meenemen in deze zwangerschap. Tot hoever dat kan. En ja, wat willen jullie allemaal nog meer weten? Ik denk wel dat jullie willen weten hoe ik mij voel, toch? Nou, de ene dag voel ik me... hartstikke blij en gelukkig. De andere dag voel ik me heel verdrietig. De andere dag voel ik me moe, helemaal uitgeput. En denk ik, oh mijn god, ik wil niet meer. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. En ik heb ook echt heel veel last van mijn hormonen. Ik denk dat mijn vriend ook heel veel last heeft van mijn hormonen. Maar ik probeer lief en aardig te zijn. Ik ben niet heel gemeen of wat dan ook, maar ik kan wel heel snel switchen. Ik ben heel snel meteen getrapt. En je moet ook echt helemaal niks verkeerd tegen me zeggen, want dan ja, hoef ik al niet meer met je te praten. Maar ja, voor de rest gaat het gewoon goed. En moet ik gewoon proberen mijn hormonen onder controle te houden. In het begin van de zwangerschap voelde ik mij helemaal kut. Ja, helemaal kut, moet ik jullie zeggen. Ik ben een hele slechte eter. Dus ik vergeet soms gewoon om te eten. En dat had ik dus nog steeds. En doordat ik vergat om te eten, werd ik heel snel duizelig. En leek het soms zelf als een flauw zou vallen. En doordat ik ook niet at, werd ik ook heel erg misselijk. Mijn misselijkheid ging pas weg wanneer ik bijvoorbeeld iets had gegeten. Maar ik had ook niet echt eetlust of zo. Ik had geen honger. Maar ik moest wel eten. Dus soms had ik gewoon echt van die snoepjes bij me. Ik dacht gewoon mijn mond ging doen. En dan ging die misselijkheid een beetje weg. Deze zwangerschap is totaal anders dan die van Jeremiah. Dan toen ik zwanger was van Jeremiah. Toen ik zwanger was van Jeremiah was het gewoon allemaal eigenlijk ook niet fijn. Toen had ik... eigenlijk nauwelijks. Ik had bijna niet. En ik had gewoon heel veel complicaties en zo. Maar ja, uiteindelijk, met Gods wil, heb ik gewoon een gezond kindje op aarde gezet. En dat ga ik dit keer ook gewoon weer doen. Dus ja, het gaat gewoon goed komen. Voor de rest, ik voel de baby al schoppen. Nou, niet schoppen. Ik zeg het verkeerd. Ik voel het bewegen. De eerste bewegingen heb ik 2 weken geleden of zo gevoeld. En toen dacht ik, oh my god, oh my god. Maar ja, het was even gek. Maar ja, ik kan niet wachten dat ik het voel schoppen. Je weet toch? Het hoeft me niet helemaal kapot te schoppen. Maar ik wil wel een paar schopjes voelen. En ja. Anyway, jongens.
wat zou je nog zeggen? Oh ja, voor de mensen in de comments die zeiden: nee, doe een zwangerschapstest. Doe een zwangerschapstest. Ik wist toen al dat ik zwanger was. Maar toen ik die comment las, ik heb het echt naar mijn vriend gestuurd van: oh my god, lees wat iemand zegt. Dit is toch, dit zeg je toch niet op zo'n manier. Je hebt het echt best wel gemeen gezegd, maar oké. Al lang is het niet gemeen, maar het kwam echt bruut over. Maar oké, is niet erg. Ik praat soms ook zo bruut. Maar ja, ik wist toen al dat ik zwanger was. Dus ja, die zwangerschaptest was niet meer nodig. En nou ja, you was totally right. En ik was niet alleen maar moe omdat ik zwanger ben. Ik ben ook heel vaak moe omdat ik heel weinig slaap. Ik slaap vaak 2 uurtjes op een dag. 2 uurtjes 's nachts, laat me dat zeggen. En dat is, I know, is niet goed. Maar nu, ik zie wel door de zwangerschap dat ik wel sneller in slaap val en meer slaap. Dus ook al wil ik niet slapen, val ik gewoon weg. En dat, ja, daardoor rust ik nu wel een beetje meer. Mijn lichaam doet wel vaker pijn. Maar ja, dat hoort er ook allemaal bij. Ik heb gewoon heel veel rugpijn en zo. En alsnog probeer ik heel veel te doen zelf. Maar ja, dat ben ik gewoon. Dat ben ik. I'm a strong ass woman. Maar goed, jongens. Ik weet niet hoe lang deze video al duurt. Ik wou het niet te lang maken. Zoals jullie zien ook, is het, hoort het niet bij de weekvlogs. Ik ga namelijk gewoon een paar episodes die dus baby stories gaan heten, ga ik apart posten met gewoon een beetje de belangrijkste dingen over deze zwangerschap, zodat het niet te veel langskomt in de weekvlogs voor de mensen die niet naar mij kijken voor mommy. Of eigenlijk, het is sowieso wel mommy dinges in mijn vlogs. Dus wat allemaal. Maar gewoon dat het niet too much is. Snap je? Daardoor wil ik gewoon een andere hoofdstuk op mijn kanaal. Dat zien jullie dus nu. En ik weet niet hoeveel episodes het nog zal hebben. Ik denk rond de 4-5 episodes. Dus afleveringen. En dan gaan we het zien. Dit is de eerste aflevering. Jullie vertellen dat ik zwanger ben. En laten zien hoe de mensen reageerden erop. En het tweede hoofdstuk. De tweede episode. Wordt de gender reveal, jongens. En dat is volgende week al. Dus ik hoop dat jullie net zoveel zin erin hebben. Net als ik. En net als de rest van de familie. En ja. Dat was het zo een beetje voor deze video. Ik hoop dat jullie dit leuk nieuws vonden. En laat vooral weten wat je ervan vindt in de comments. Heb je negatieve comments, hou ze voor je. Heb je niks aardigs te zeggen, hou het voor jezelf. Ik heb er geen tijd voor. Mijn hormonen willen het al helemaal niet zien. Dus dat gaan we niet doen. Maar voor leuke comments mag je altijd in de comments dingen plaatsen. En vind je het een leuke video? Vergeet vooral niet die duim aan te klikken, you guys. En nu nog steeds niet geabonneerd, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je weer in een nieuwe video. Mwah.